Hallo allemaal en welkom bij een nieuwe aflevering van Easy Dutch. Ik ben Mario en we staan vandaag in België. Nee, dat klopt helemaal niet. Ik ben Linus en we staan vandaag in Nederland. Hè? Kijk maar. Nu staan we allebei in Nederland. Weten jullie waar we zijn? Nee? Dat gaan we jullie zo vertellen. Laten we beginnen. Nou, wij zijn vandaag naar Baarle gegaan. Baarle is een bijzonder dorp. Het behoort namelijk tot twee landen, Nederland en België. Zo heb je bijvoorbeeld twee gemeentehuizen. Achter mij kun je het Nederlandse gemeentehuis zien. Wij gaan vandaag met de bewoners in gesprek die ons wat meer over het leven hier vertellen. Dit is Nederland en dit is België. Woont u in Nederland of in België? Ik woon in het Nederlands gedeelte. En bent u ook Nederlander? Ik ben Nederlander, ja. Brabander, Nederlander. In Nederland. En bent u ook Nederlands? Ja. Ik in België. Ik in Nederland. In Nederland. In Nederland? Ja. U bent Nederlands? Ja, ik heb ook een Nederlandse woning. Ja. Met een Nederlands nummerbord, zeg maar. Of een nummer aan de deur. In België. Ja, ik geboren en getogen. Ik woon in Nederland. En bent u ook Nederlander? Ja. Ja. Zou u uzelf kunnen introduceren? Mijn naam is Ad van Adrianus, Tuitelaars. Ik ben hier vrijwilliger in dit bezoekerscentrum van toerisme Baarle. Ben ik een jaar of 4, 5 geleden aan begonnen. En dat doe ik met plezier. Kunt u ons vertellen waarom Baarle zo bijzonder is? Baarle is ten opzichte van alle andere grensgemeentes, want we zijn dus gewoon een grensgemeente net als alle andere gemeentes die tegen de grens liggen. Het waren allemaal smokkelgaten, allemaal noem maar op, maar hier hebben wij nog enclaves over van de jaren 1100, 1200, 1198, 1200. Andere gemeentes ver naar het westen die hadden ook enclaves, maar die zijn dus opgeheven. Wij hebben ze nog. En dat heeft ooit iemand gezegd van: de interessante vraag is niet waarom enclaves, maar waarom ze er nog zijn. Ja, dat is altijd een beetje moeilijk, want wij vinden het maar dood normaal. We zijn niet anders gewoon. De grens, zeg maar, hier ligt een stukje België, 5 kilometer van de echte grens. En we leven zonder ruzie te maken naast elkaar. En sommige dingen zijn wel niet goed geregeld, maar overal is wat. Het gaat hier allemaal goed. Nou, ik denk dat het meer voor buitenstaanders raar is als voor ons. Voor ons is het gewoon heel normaal, zeg maar. Mm-hmm. Het is, het is gewoon... Kijk, bijvoorbeeld ik rook, dus ik haal mijn check, zeg maar, bij een Belgische winkel. Dat is goedkoper? Daar is je goedkoper als bij een Nederlandse sigarettenboer, zeg maar. Dat zijn van die rare dingen, zeg maar. Nou ja, omdat je hier door het dorp kunt lopen en 20 keer over de grens kunt stappen. Dat is kennelijk bijzonder, maar dat ervaren wij niet als bijzonder, want dat hebben wij van kleins af aan gedaan. Mm-hmm. En dat is eigenlijk wel unicum, hè, want dat is iets niet van deze tijd. Dus heel duidelijk. Mm-hmm. En we houden gewoon het oude aan. Dat is ons geluk geweest. En nu zitten we eigenlijk met 30 enclaves. Er zijn wereldwijd zijn er nog een 62-tal over. Dan moet natuurlijk het begrip enclave duidelijk zijn. Mm-hmm. Ik weet niet hoeveel mensen dat het weten. Algemeen gebruikt term natuurlijk. Maar in ieder geval, een definitie van enclave is een territorium van een autonoom land omringd door een ander autonoom land. Eigenlijk Nederland in België in Nederland. Dus Nederland in België in Nederland. Je bent eigenlijk één stap vooruit, want dat had ik nog niet verteld. Oh, maar er is inderdaad ook. Er zijn in Belgische enclaves zijn 7 Nederlandse enclaves in Belgische enclaves. En dat heet dan counter-enclave. Weet u toevallig ook hoe die enclaves zijn ontstaan? De enclaves zijn, de eenvoudige versie is heel eenvoudig. Het is op een zeker moment is dat de gronden die nu enclaves zijn, zijn eigendom geworden van een andere eigenaar als de omringende grond. Wil je meer over de geschiedenis van België en Nederland leren en daarom je Nederlands verbeteren? Dat kan. Word lid van Easy Dutch en je krijgt toegang tot extra leermateriaal,
audio- en videobestanden, de transcripts en onze exclusieve chatgroep, waar je met ons in het Nederlands kunt oefenen. De link kun je na het kijken in de beschrijving vinden. Op een gegeven moment, dat zie je wel, waren er pogingen om het weer op te lossen en recht te trekken. Waarom is dat dan niet gebeurd? Een van de redenen is dat er eigenlijk het waarschijnlijk puur administratief op bestuurlijk niveau zou zijn. Maar er zitten telkens zoveel complicaties aan dat het is het dan wel waard. Kijk, een van de dingen is ook dat er verschillende wetgevingen zijn. Dus mensen die moeten dan, die zouden dan onder een andere wetgeving vallen. En de burgers zelf, ja, die zaten er ook niet op te wachten. Ja. Ja. En het andere was natuurlijk ook zo. Er was een gewenning. Het was een normaal zaak van de wereld. De dingen waren anders. Er waren volop bijzondere regelingen. En wat zijn de voordelen van deze bijzondere situatie hier? Nou, de voordelen. Je komt met twee verschillende nationaliteiten, Nederland en België, in contact. En dat werkt hier gewoon eigenlijk vrij goed. En dat is ook fijn, dat we iets breder uitstrekken. En meer verbinding met elkaar krijgen. Hè? De voordelen, denk ik, wij snoepen van twee walletjes. Ja, kijk, je hebt altijd voordelen. De ene kant is de, in België weer interessanter, de andere dingen zijn in Nederland weer interessanter. Ja, dan kun je een beetje naar voegen eigenlijk. Hè? Dat is, dat is een voordeel van op de grens te wonen. Dat is overal wel hetzelfde. Hè? Ja. Dus, en hier is dat nog soms wel makkelijker en praktischer. Ja, een voordeel kan ik zo niet echt bedenken. Nou wel, want je kan drank halen in België. Ja, dat is wel goed. Ik wou net zeggen, ze kijken ook niet naar leeftijd of dat soort dingen. Dus met dingen halen is het wel heel makkelijk hier. En dan ook andere vragen die mensen als ik hier stel. Van hoe kun je nou horen of zien dat iemand hertogenaar is of Nassauer? Ja? Dus soms kun je het horen. Hier in het dorp hebben wij in de Belgische gemeente alleen maar lager schoolniveau. Ja? Nederlands heeft lager school en MAVO. Iedereen die in België verder wil gaan studeren, die moet verder België in. En daar pikken ze dus echt het Vlaamse dialect op. Of Vlaamse tongval. Ja. Zolang als hier wonen, hebben wij eigenlijk gewoon een dorpse dialect. Het is niet een tongval. Ja. En een volgend dorp heeft ook alweer anders. Hè. Dus heel typisch voor Nederland. Hoe klein het landje ook is. Ja, hoe klein de afstanden. Al die dorpjes. Het is overal aan het vervagen over. Maar tot voor 30, 40 jaar terug. Die komt uit Udecode. Zijn er ook nadelen aan verbonden? Ja, sommige dingen zijn wel moeilijker. Hè? Heb je een huis staan, is een stuk op Nederland, een stuk op België. En betaal je meer grondbelasten. Die zijn hoger in Nederland. Ja, dat is een nadeel. Ja, je moet er twee keer bij een notaris passeren. Kost ook wel meer geld. Ja. Om maar eens iets te noemen. Hè? Nee, het is hier gewoon leven. Dus het heeft geen bijzondere voordelen of nadelen om hier 20 keer over de grens te gaan. Ik kan zo 1, 2, 3 niet denken over een nadeel. Echt niet. Dat is ook goed zo dan. Yes, zeker. Voor mij zijn er totaal geen nadelen. Nee, ik zie het alleen maar als voordeel. En dat is gewoon zeg maar, de prijsbewustheid zeg maar, en een aantal artikelen die je bij de een goedkoop krijgt dan bij de ander. Ik zeg al, met de coronatijd was het helemaal frappant natuurlijk. En heeft u nog een grappige anekdote die u wilt delen? Nou, een grappige anekdote. Ja, net als toen meneer al zei, ja, het taaltje is wel eens iets anders. Mm-hmm. En dat kan grappig zijn of minder. Ach, ik kan maar begrijpen, dat is het belangrijkste. Ja. Een mevrouw die woonde in een huis. We hebben overigens nogal wat huizen die door de grens door midden gesneden worden. Of niet door midden, doorkruist worden. En de plaats van de voordeur bepaalt het adres. Ja? En er was een mevrouw die woonde in een Belgisch huis. Wat gedeeltelijk op Nederlandse grond stond. Enfin, bij die landmetingen. Dus die landmeters meten.
En die zeggen van, ja, die grens die moet eigenlijk hier komen liggen. Hetgeen zou betekenen dat op zekere dag die mevrouw in België in slaap zou vallen en de bed niet uit zou komen en 's morgens in Nederland wakker worden. En dat wil ze helemaal niet. Dus pragmatisch oplossen, want daar hebben we hier natuurlijk mee leren werken. Zij vroeg dus een bouwvergunning aan en daar de deur uit te halen en misschien dat een andere deurstel gezet, die deur hier te verplaatsen. En toen was de voordeur in België en dan mocht ze in België blijven wonen. De grens voorgebleven, ja. Bij de winkel De Zeeman, zeg maar. Echt bizar gewoon, dat je dus wel binnen mag. En bij de ene kant, zeg maar, waar de, ik noem maar iets, de onderbroeken liggen, mag je niet komen. Want dat is Nederland. Terwijl we een lockdown hadden. En bijvoorbeeld bij de andere kant, bij de sokken, mag je wel komen, want dat is België. Maar het is wel dezelfde winkel. Ja, vind ik, dat vind ik heel bizar. Ja, daar kan ik nog steeds niet bij met mijn pet. Er is ooit toch eens een film uitgezonden. Er kwamen erotische scènes in voor. In België mocht het niet uitgezonden worden. Hè? Dus ja. En we hadden uiteindelijk een voorstelling in het cultureel centrum. En een stuk, ja, daar loopt de grens ook doorheen. En de veldwacht, de Belgische veldwacht, kwam controleren. Dat mag hier in België niet uitgezonden worden. Ja, wat hebben ze dan gedaan? Ze hebben gewoon het projector en het projectiescherm gewoon gewisseld. Zetten in het andere land. Ja, het werd niet in België uitgezonden. Dus veldwacht is blijven kijken. We hebben hier een tijd gehad dat echt half Nederland hier kwam tanken. En dat er zelfs verkeerregelaars op de weg stonden bij de benzinepomp. Om de doorstroom zeg maar, te garanderen. Mm-hmm. En dan praat je over, ja, wat is het? Toen was het zeg maar 30 of 40 cent per liter goedkoper. Nou ja, daar komen mensen dus weer hier naartoe. Een van de unieke dingen die wij ook wel hebben is dat het Belgische gemeentehuis, die heeft een stukje Nederlands erin liggen. En dat stukje Nederlands op de begane grond is dat het politiebureau. Waar zowel de Belgische als de Nederlandse agent in één en dezelfde ruimte zitten. Oh, dus die werken wel samen dan? Ja, hebben ze. Soms spelen ze samen, zou ik haast zeggen, maar ze werken samen. Maar dat is ook niet altijd geweest, hè, toen ik jong was, nog niet zo lang geleden. Nee. Toen was heel duidelijk gescheiden. Hè, op het moment dat er dus iemand uit zijn enclave, buiten die enclave kwam, dat hield de macht van de politie hield op bij die grens. Ja? Dus ik kon gewoon wegrennen? Ik kon wegrennen. Maar dat heeft, er was al vrij snel wat. Als iemand achtervolgd wordt, dan had de politieagent, of dat nou een Belg, het recht om te blijven achtervolgen. Maar dan moesten we hulp inroepen van de lokale, wat is dat, een Belg die, of iemand die Belg uitvlucht moest aan de Nederlandse politie inschakelen. Nou, we zijn bij het einde van deze aflevering gekomen en ik vond het echt een heel interessante dag. Wat vond jij daarvan, Linus? Ik vond het heel leerzaam, meer over de geschiedenis te leren. Echter, we kwamen erachter dat het voor de bewoners helemaal niet zo bijzonder is en dat zij de situatie heel normaal vinden. Wat vonden jullie daarvan? Laat het weten in de opmerkingen. Zou jij in Baarle willen wonen? Laat het weten. Heel erg bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Doei!